Zo. Je had het net over het vuurwerkverbod. Merken jullie nu dat er veel meer jongeren naar jullie toe wenden en dat jullie klantenbestand alleen maar meer en meer wordt? Ja, heel erg. Je hebt nu heel veel jongeren die... Normaal was het een paar pakjes Tunkings en nu zijn die veranderd in een paar pakjes nitraatfouten nu. Dus dat zie je heel erg. We verkopen veel en veel meer dan vorig jaar. Dat zien we wel. Dus jullie omzet is aan het verdubbelen of verdrievoudigen? Nou, ik denk wel voor vijfvoudig. Vijfvoudig? Ja, we doen het natuurlijk dit jaar. We wilden het ook wat professioneler aanpakken en wat beter. En toen kwam het verbod er. Daar ben je natuurlijk niet blij mee als vuurwerkliefhebber, maar voor de handel is het echt perfect. Wat is vandaag precies de bedoeling? Nou, wij hebben samen met een aantal andere vuurwerkliefhebbers hebben wij een protest georganiseerd om eenmalig van ons te laten horen. Oftewel, we hebben afgesproken om zaterdag 21 november om 8 uur even een mooi artikel vuurwerk af te steken. Ja, om toch eventjes een tegengeluid te geven, omdat wij natuurlijk niet eens zijn met het vuurwerkverbod. Als we alles op een rijtje zetten, heeft iedereen, en ik zelf ook, gewoon het idee dat het een, laten we zeggen, een excuus is om door corona het verbod er doorheen te gooien. Want in januari zijn bijvoorbeeld bepaalde artikelen zoals knalvuurwerk, Tunkings, zijn allemaal al verboden geworden. Dus je zou zeggen dat het nu al een stuk minder is. En stel dat de overheid zegt, weet je wat, wij gaan een hele mooie lichtshow geven, zoals ze bijvoorbeeld in Dubai doen, ja. Of in Australië, ja. En volgens mij in Engeland hebben ze dat ook. Ja. Dan zie je prachtig vuurwerk. Is dat geen alternatief? Voor mij, persoonlijk oud en nieuw, gaat erom is dat ik dus toe kan leven naar een dag dat mijn hobby legaal is. Dus dat ik het in principe bijvoorbeeld hier op het pleintje kan doen. En dat mensen die het er wel of niet mee eens zijn van, ik kan er wel wat van vinden, ik weet het, van 6 tot 2 uur is het hun dag en kunnen zij eventjes genieten. Want het gaat mij er helemaal niet om of vuurwerk wel of niet mag. Wij steken wel af. Ik ga bijvoorbeeld ook naar Duitsland dit jaar omdat het daar wel mag. Puur omdat ik het sodemieten hier niet wil. Maar het is het gevoel. Ik denk helemaal deze jaarwisseling, en dan heb ik dan, dat baseer ik dan op berichten die ik via social media krijg en de sfeer binnen de community, dat het dit jaar met oud en nieuw helemaal uit de hand gaat lopen. Je zal niet meer de slachtoffers hebben van vuurwerk, die zullen denk ik wel minder worden, maar de vernielingen, ja, dat wordt gewoon meer. Je ziet ze nu ook al, nadat afgelopen vrijdag dan het verbod is aangekondigd, je ziet gewoon de vernielingen worden meer. Nou, jullie mogen hem bijna aansteken. Ja. Stel dat de politie nu komt, wat gebeurt er dan? Dan blijf ik hier gewoon staan, dan voer ik gewoon rustig het gesprek waarom we dit hebben gedaan. En als we daarvoor een boete krijgen, dan accepteer ik die. Zijn we allemaal klaar voor? Volgens mij is het 8 uur. Dit heeft dus wel effect gehad, hé. Nou jongens, er wordt wel gehoor aangegeven. Ja, er wordt wel gehoor aangegeven. Ja. Maar leg me eens even uit jongens, wat maakt het nou uit of jullie het nou aansteken of dat je een overheid hebt die dan vuurwerkshow gaat geven? Waarom is vuurwerk zo belangrijk voor jullie? Het is traditie. Al sinds dat ik geboren ben, kleine jongen, werd het er al ingegoten. Grondbloemen, alles kreeg je toen vastgepakt, alles. Fucking grondbloemen in een doos. Ja. En het verveelt niet. Het is hartstikke leuk, het blijft een traditie. En een traditie die zou blijven staan, hoe dan ook. En daar gaan wij alles aan doen, met z'n allen. Het is toch omdat je het zelf doet. Het is van ik doe het, het geeft een kick. En dan zie je zo, die dreun heb ik wel even afgestoken. En stel dat ze zeggen, jongens, jullie mogen echt geen vuurwerk afsteken. Er komt een verbod gewoon. Gaat dat jullie tegenhouden, denk je? Zeker niet. Nee, zeker niet. Dan gaan we gewoon naar andere plekken. Dan gaan we over Nederland, dan gaan we gewoon naar Duitsland waar het wel mag. Dan gaan we over de grens, gaan we het wel gewoon zeker. Ik bedoel, we hebben wel gewoon respect voor de regels hier in Nederland. Ik bedoel, het is ook wel, je moet het wel nagaan natuurlijk, want boetes zijn ook wel hoog en op dit moment zit je daar niet op te wachten. Maar we gaan natuurlijk wel gewoon door met afsteken. De handhaving kan niks doen, de BOA's kunnen niks doen, de politie kan niks doen. Ik heb zo'n politieagent gesproken, het valt niet te handhaven. Ja, het is heel makkelijk. Je rent ergens naartoe, je steekt het af, je loopt weg en dan... Ja, daarom. Of je blijft ernaast staan en je zegt dat iemand anders het gedaan heeft en je kan het niet bewijzen. Het zou mooi zijn als ze dit jaar nog zeggen van ja, je hebt ergens een specifieke plek, een open weiland en daar mogen jullie allemaal gaan knallen wat jullie willen.
Kijk, dat zou natuurlijk ideaal zijn, dat je een vaste stookplaats hebt wat gewoon gelegaliseerd is, waar je dat zou kunnen doen. Dat zou één oplossing zijn. Zijn jullie wel eens gepakt met afsteken van vuurwerk, jongens? Ik kan met smel zeggen, ik ben 3 keer gepakt, al dit jaar. Wow. 3 keer al. En ik heb 3 keer een waarschuwing gekregen. En wanneer was de laatste keer dat je gepakt was? 2,5 maand geleden ongeveer. Maar toen was je al bezig met vuurwerk afsteken? Ja, ik ben het hele jaar door met vuurwerk bezig. Dus ja, een pyro zegt het al, 24/7, het hele jaar door. Daarom gaan we dit jaar ook niet naar Nederland, maar mooi naar Duitsland of naar België heen. Om draad af te steken. We hebben daar alles geregeld, huisje, zitten daar gewoon goed. Dus ja. Ik ben in het bos, vuurkorfje aangooien en dan mooi oud en nieuw van maken. Ja. Geloof mij, in Nederland, ze houden zich echt niet aan de regels. Maar is het ook een reactie, denk je, dat opblazen van allerlei voorwerpen? Is dat een soort van reactie van hier voor jullie overheid, wij pikken dit niet? Dat denk ik wel zeker, dat het zo'n reactie is. Maar het hoort niet. Maar zo blijft het vuurwerkverbod juist bestaan. Als je het gaat afschaffen, dan, ja, ik kan wel eens zeggen, dit wordt de hel van oud en nieuw 2020, 2021. Dit kan wel eens heel goed uit de hand lopen. Want wat verkopen jullie precies? Nou ja, we verkopen eigenlijk een beetje, elke maand is ons assortiment anders, zeg maar. En dit is allemaal illegaal? Behalve dit in de kunst. Het zijn afgekeurd uit 2013. Dit zijn allemaal nitraat eigenlijk. Allemaal verschillende soorten. Van 2 tot 5 gram. Dit zijn gewoon de single shots die je afgelopen jaar nog kon kopen. Cobra 6 en een hele berg shells van 2 inch tot 5 inch. Hey, hoe oud zijn jullie? 16. En wanneer begonnen jullie met vuurwerk verkopen? 4 jaar geleden ongeveer. Jullie verkopen gewoon zware illegaal vuurwerk? Alles een beetje, van de lage tot de hoge klasse, zeg maar. Maar kunnen wij een kijkje nemen in de opslag? Nee. Hebben jullie daar een reden voor, zeg maar, speciale reden voor? Ja, veiligheid. Dus we hebben aardige straf boven het hoofd, zeg maar, als we gepakt worden. Wat voor straf hebben we het over? Ik denk zeker jeugdgevangenis met Chels, die vallen onder de munitiewet. Zijn jullie niet bang dan van de politie of als jullie gepakt worden dat jullie dan gaan zitten? Nee, het went. Als je 4 jaar al doet, dan went dat wel. En ja, ik zie het niet als criminaliteit wat ik doe. Niet? Nee, zeker niet. Het is wel illegaal. Ja, maar het is zoveel illegaal. Hoe zie je het dan? Ja, wat ik verkoop is voor plezier en je maakt er niemand stuk mee. Je kan iets stuk maken, maar dat kan met een keukenmes zetten, die ken je ook. Nou, dan gaat nog iets af, zo te zien. Oh ja, let op. Wow. Dat is echt wel een hele harde knal. Hey jongens, mag ik jullie wat vragen? Er staat ook een stickertje aan, anti-vuurwerkverbod. Hey jongens. Hey, jullie lopen vuurwerk af te steken. Ja. Doe je dat ook omdat er opgeroepen is om te demonstreren tegen het verbod? Ja, ik heb het gehoord. Ja. Gaan jullie dan geen vuurwerk kopen of wat gaan jullie dan doen? Ja, nou ja, het scheelt dat ik het meestal heb. Maar... Nou, zeker wel minder, maar het is wel gewoon, ja, jammer. Ja, mag jullie dan de illegale circuit op om vuurwerk te kopen? Ja, wat moet je anders? Ja, maar, ja, je hebt wel vrienden van vrienden en zo, dus je komt er wel aan. Dat is niet zo. Maar ja, je moet gewoon uitkijken. Ja. Is het moeilijk om aan illegaal vuurwerk te komen? Nee. Ik zie het gewoon als een hobby. Het is gewoon, elk jaar hoort gewoon bij. Het is gewoon, ik vind het gewoon heel leuk om te doen. Al helemaal gewoon met je vrienden af en toe op pad te gaan. Ja, ik kan er gewoon echt van genieten. Wat voor vuurwerk kopen jullie meestal als het toch illegaal is? Zeg maar dat illegale, wat moet je... Bijvoorbeeld knal. Aan een knalvuurwerk. Ja, en als het kan gewoon nog een leuk potje voor mijn vader uit Duitsland of zo. Veel goedkoper ook. Het wordt zwaar jaar voor de vuurwerkliefhebbers, heb ik het idee. Ja, het is wel kut, want voor mijn gevoel het hele jaar is al fucked up. En ik denk van, maak er een mooi einde aan, weet je wel. Maar dat wordt dan ook weer van ons afgepakt. Dus dat is wel zonde. Jij handelt in vuurwerk. Wat voor vuurwerk verkoop jij? Cobra, shells, nitraten, cakeboxen. Eigenlijk alles wat je kan krijgen op de Poolse markt. Op de Poolse markt. Ja. Dus dan is dat automatisch, denk ik, dan illegaal in Nederland. Dat mag niet. Maar het meeste is illegaal. En hoe zit het dan qua handel dit jaar? Want druk, heel druk. Ik had mevrouw nu eens afgemaakt en het is wel druk, ja? Verkoop je op dit moment veel?
ben meestal 8 uur 's morgens begin je. En dan 5 uur 's avonds klaar. Dat is eigenlijk een dagtaak. En wie koopt het nu van je? Heel veel jongeren. Jongens zelfs met 12. En wat koopt zo'n jongen van 12 bijvoorbeeld? Vaak een hoofdwerk. Cobra 6, Retorno 100, Dumbum 30. Echt van die dingen voor zit van, daar ben je wel het mannetje van de wijk mee. Maar voel je dan oké dat je aan een 12-jarige dat soort vuurwerk verkoopt? Nou, dat is waar je veilig mee omgaat. Controleer jij dat? Nee, maar iedereen moet zijn geld verdienen. Ik bedoel, ik denk dat de cocaïnehandelaar er ook niks van boeit dat iemand later dood op straat ligt. En hoe komen die jongens dan bij jou uit? Je hebt een groep op Telegram. En via Insta, Snapchat. Maar er staan dus nu allemaal netwerken die gewoon allemaal in vuurwerk dealen en elkaar voorzien van de nodige vuurwerken. Ja, want je kan zeg maar via kom je aan certificaten dat je het mag hebben officieel, maar die zijn nep. En dan kun je het gewoon kopen voor de inkoopprijs. En dan wordt het op papier doorverkocht aan iemand in Oekraïne en daar weer in iemand in Roemenië. En uiteindelijk belandt gewoon op de Poolse markt en dan kun je zo petters meenemen. Waar sla je al dat vuurwerk op? In Duitsland. Daar zijn de regels een stuk minder streng dan hier. Door hier valt een Cobra 8, is even zwaar als een Kalashnikov. En daar, als je daar illegaal vuurwerk op zak hebt, krijg je een boete van 20 euro voor. En een Cobra 8, dat verkoop je hier in Nederland ook? Ja, maar niet hier in de buurt. Dat is meer in Trek in Brabant. Dus verkoop ik daar dan. En hoe goed is dat in Trek? Veel. Ik krijg bijvoorbeeld aanvraag voor 50 pakjes per keer. Nou, dan spreek je zo over 2.000, 3.000 euro. Iedereen wil ze hebben. Iedereen wil maar netjes van de wijk zijn. En Brabant moeten we even ontwijken met de auto nieuw. Ja, dat lijkt me wel zo handig. Want daar heb je behoorlijk wat van verkocht hier. Oké, nou, goed om te weten. Zijn er andere mensen bij die jullie helpen? Want jullie zijn met z'n tweeën. Hoe groot is jullie groep? Ja, heel erg. We hebben een chauffeur die voor ons rijdt, zeg maar. We kunnen de spullen niet zelf houden, natuurlijk geen rijbewijs. Waar komt jullie vuurwerk vandaan? In welk land? Nou ja, die Cobra's worden natuurlijk gemaakt in Italië, bij die Blasio Helio fabriek. Dan moeten ze natuurlijk verkocht worden aan iemand met papieren. En er zitten er altijd mensen tussen met papieren die willen, of die hebben die papieren vervalst, of die hebben die papieren om er handel mee te drijven, zeg maar. En die gaan dan, komen dan via meestal in de Duitse bunkers terecht. En daar heb je een heel groot aanbod dat je met busjes kan laden, zeg maar. En als de chauffeur naar Duitsland gaat, voor hoeveel geld koopt hij dan in voor jullie? Meestal tussen de 5 en de 10.000 euro. Wow. Maar jullie gaan zelf niet mee om te kijken of alles goed gaat? Nee, dan is ons hele idee van de huurchauffeur in de weg, zeg maar. Als de chauffeur wordt gepakt, ze worden naar wij niet gepakt. En kunnen wij de spoor opruimen, zeg maar. En wat krijgt zo'n chauffeur ervoor dan? Een paar honderd euro. Het lijkt volgens mij voor de hand liggen dat iedereen die vuurwerk in een winkel kocht, het nu bij jullie gaat doen. Nou, we doen vooral geen, we nemen bijna geen nieuwe klanten aan eigenlijk. Maar het is meer dat onze tussenhandelaren, zeg maar, we hebben veel mensen die kartonnen kopen, kartonnitraten, karton shells. En die verkopen die weer door en die vragen nu meer en meer, zeg maar, sneller op. Dus daarin kunnen we zien dat er meer vraag naar is. Het is niet dat we veel meer klanten aannemen. Maar waar gaat dat allemaal naartoe, denk je? Veel op de scholen, denk ik, de middelbare scholen. Daar wordt het heel veel verhandeld. Dit jaar hebben we dus sowieso een vuurwerkverbod. Stel dat er een totaalverbod komt, wat gaat er dan gebeuren, denk je? Nou, weinig eigenlijk. Ja, veel meer omzet. Nou, je hebt natuurlijk altijd die mensen die nooit zoveel veel om vuurwerk hebben gegeven en daarna wel kunnen missen. Maar een grote deel dat wil feesten natuurlijk. En die zal dan gaan voor die paar pakjes nitraten, zoals ik zei, in plaats van die paar pakjes Tinnikings. En je ziet het nu al in Urk. Ze kunnen nou al niet handhaven, dus laat staan buiten nieuw. Bier schieten met Danny op straat. Laffies, heb je nou water? Ja, jij moet dat pakken. Ja, als je niet zo'n plaatje hebt, dan is het echt. Ja, joh. Oh, ik heb hem nog nooit echt gezien, dus. Oh, mijn bal erop. Dat is nooit genoeg. Jawel, joh. Jawel. Tering! Hey, en dat mag nog allemaal deze jaarwisseling natuurlijk, hè? Het is niet illegaal. Ah, ja. Serieus? Wow. Ja, daar gaan we het zo meteen wel even over hebben, ja. Nog één keertje om het af te leren.
Zo. Sommige gemeentes pleiten wel voor een verbod. Ja. Die willen dit ook verbieden. En sommige mensen die misschien geen vuurwerk kunnen krijgen, die willen dit ook gaan proberen. Die gaan dit halen. Die gaan toch nog even op internet de gebruiksaanwijzing lezen. Hoe moet je dit doen? En zoals je net bij de jongens ook al zag, die hadden het vaker gedaan. Als je niet weet wat je doet, dan is dit echt, echt gevaarlijk. Ja. Wat heb je nu precies gehaald? Dat is vuurpijlen, kogels. En dit is allemaal illegaal, dit mag in Nederland niet verkocht worden. Dit mag inderdaad niet verkocht worden. Dit is dan een salutje. Kleintje, 2 inch, 50 gram een knal. Ik heb het in 4 staat verkocht. Maar wat is nu op dit moment het meest populaire vuurwerk wat je verkoopt? Cobra 6, de welbekende en de CP2's. Ja? Waarom zijn deze zo populair onder jongeren? Ze zijn goedkoop en ze knallen hard. Ik bedoel, voor 15 euro heb je 3 van die dingen. Tientje heb je 20 aan deze dingen. Dus als je het nagaat, kijk maar eens, 20 cent per stuk, per knalletje, en dat is niks. Zo. Een 3 inch shell, zie je. En dit stukje is het lontje dat je hebt om weg te komen. Dit is binnen 1 seconde weg. Serieus? Ja. Dus heel snel wegrennen? Ja. Als het goed is, schiet je omhoog. En dat ga je zo afleveren bij iemand anders weer? Ja. Dan ben ik daar vanaf. En dan hoef je niet bij mij thuis langs te komen. Straatwaarde van 270 euro. 270 euro. Ja. Maar stel dat een vuurwerkverbod komt, hè, dan is dit wel de toekomst van het vuurwerk, denk ik, of niet? Ja, dan gaat het heel hard. Heel hard? Ja. Dan denk ik dat je deze dingen wel bijna bij iedere tiener in het kluisje gaat vinden. En net zoals deze, ja, kost 7 euro en heb je 50 gram een knal. Dan kun je zeggen, ja, 1 knal, het is weg. Wel een harde knal? Een harde knal. Hoeveel geld heb je vandaag verdiend? Ik denk 500 euro. Wat veel mensen een maand moeten werken, dat doe ik in een dag. Dus je bent aardig veel geld aan het verdienen op dit moment? Ja, op vooral het verbod. Er wordt heel veel vervoerd naar buitenland. En dat is, ja, noem maar een product van Nederland. We zijn schapen, heb ik je gisteren live gezegd, jongen. Als er ene komt, komen we alle met een kontgene. En dat is Nederland. Schaam jullie, ligt niet te zeiken voor een spuitje. Of tot jullie vrijheden kwijt zijn. Vandaag was de dag. Angsthazen. Oprotten, man.